Yo, yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik al oftewel werd. En vandaag ga ik van alles doen in deze video. Maar voor te beginnen ga ik deze plaats hier een beetje, uh, een beetje mooier maken. Een beetje maken hoe dat het uh, hoort te zijn. Dus daarvoor heb ik van alles meegebracht. Ik ga beginnen met deze polished inside slabs. Die moeten hier aan de buitenkant komen. Uh, dus ik ga die eventjes allemaal uh, plaatsen. En uh, dan ben ik terug... Uh, wanneer ik daarmee klaar ben. Oké, okay, bam, 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 bam. Oh, dat komt ook weer perfect uit. En uh, die cirkel is ook uh, helemaal af. Dus dan ga ik nu een cirkel graven voor uh, cobblestone. En uh, voor de mensen die dit niet weten, die de afgelopen paar video's niet hebben gekeken, dit wordt een uh, trofee ruimteachtig iets. Waar dat ik uh, een paar uh, standbeeldachtige dingen, allee, eerder gewoon palen ga hebben, uh, met allemaal hoofden daarop uh, en allemaal speciale dingen. En uh, het uh, end, eh, allee, dragon egg gaat uh, ook hier komen. Um, dus ja, dat wordt uh, hier een zeer mooie plek. En. Nu, ah ja, hier moet ik ook cobblestone weghalen. Hier gaan de beacons komen. Op deze drie plaatsen. Uh, op deze plaatsen moet ik allemaal nog cobblestone hebben. Oh, dat was niet de bedoeling. En ik wil ook, nadat ik deze cobblestone heb geplaatst, mijn Crying Obsidian. Oh, ik heb mijn Crying Obsidian nog niet gepakt. <laughs> Ik dacht van, ik ga eens prepared zijn, ik ga alles in mijn inventory hebben. Maar nee, nu ik hier ben kan ik ook direct even slapen. Uh, maar die Crying Obsidian, die komt uh, in het midden waar het uh, Ender Egg, uh, de Dragon Egg. Niet de Ender Egg, ik zeg altijd Ender Egg. Waar de Ender Egg op moet... Uh, <laughs> de Dragon Egg op moet zitten. Hier gaat uh, die uh, staan. Uh, Oké, okay, dus daar komen de beacons. Uh, daar kan ik eventueel al het glas doen, maar dat ga ik denk ik nog niet doen. Ah ja, de palen. Uh, dus uh, hier en hier. Hier en hier en daar. Zo. Oké. Okay. En nu heb ik hier um, een paar keuzes, want het is dus ongeveer hetzelfde concept als ik hier heb, die lantaarnpalen, maar dan wordt dat wordt nog uh, zo een cobblestone wall. Maar ik weet nog niet wat ik ertussen wil doen. Oftewel doe ik uh, het zo. Oftewel doe ik het zo. Oftewel doe ik een beetje speciaal het zo. Misschien... Mm... Oeh, het is lastig hoor. Het is lastig. Ik weet niet zeker. Uh, dit is zo. Dit is het meest standaard. Dat is wat ik altijd heb en dat is zo te, vind ik. Het is allemaal wel iets. Eh uh... Ik kan ook verschillende. Oeh ja, dat doe ik misschien. Zodat ik um, hier uh, uh, spruce heb en dan deze twee ook. Dan is het zo van licht naar donker zo. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Als jullie uh, dingen hebben dat jullie mooier vinden, um, dat jullie mooier zouden vinden, of dat jullie zeker mooie vin mooier vinden. Dan uh, mogen jullie dat sowieso in de comment zetten. Uh, dat uh, is niet verplicht, maar ook niet verboden. En um, hier op deze paal, die paal. Kijk, okay, ik uh, denk ik even uh, hardcore parkour. Zo. So, eh, zo. So, en daarop moet deze komen. Redstone blok voor de uh, dragon head. Zodat hij uh, zo zijn mondje open en dicht gaat doen. En dat is het dan voor deze plek. Dus zo komt het eruit uh, te zien. Hier komt dan nog zo'n dragon ding zo. Uh, hier komt een Wither Skull. Um, gewone Skeleton Skull. zombie skull en uh, Creeper Skull. En die laatste drie. Die kan ik alleen krijgen. Doordat er een charged, een charged creeper is. Dus een creeper die wordt geraakt door de bliksem. En als die. Uh, uh, dus die dieren, allee, die mobs die ik heb uh, genoemd. Als, uh, dus die charged creeper die opblaast. Dan um, krijg ik dus die een hoofd. En uh, dan kan ik dat erop doen. Maar dat wordt dus een hele challenge om dat allemaal uh, te krijgen. En ik ga dit gewoon nu even in deze dingen dumpen. Oké, okay, nee, die grasdingen niet. Maar deze dingen wel allemaal. Oké, okay, nee, wacht. Dat kan ik beter gewoon allemaal... Uh, ja, dat kan ik beter gewoon hier doen. Bij de rest van het hout, natuurlijk. En um, hier kan ik dan dat doen. Zo. En dan ga ik hier, denk ik. Ja, zo. Um, dan ga ik nu aan de XP-form werken. Uh, en die ga ik hier beneden plaatsen in de, in de dingen. Die ga ik puur weggraven. Normaal plaatsen mensen dat boven de grond, zodat dat heel. Uh, ja, ik vind, ik vind dat heel lelijk. Maar het nadeel dat dat onder de grond is, is dat, het, um, dat hier meer beesten spawnen. Dus dat die minder geconcentreerd zijn daar. Maar ik heb niet heel vaak XP nodig. Dus ik vind dat niet heel erg. En ik ga het in deze tunnel maken. Dit stukje heb ik een klein beetje uitgebreid. En een klein beetje langer gemaakt. En uh, ik ga het dus in deze tunnel maken. En uh, ja, ik ga hier dan uh, graven. Hé, hey, Iron. Dat is chill. Uh, dus um, ja, als ik het uh, helemaal heb uitgegraven, dan uh, zal ik jullie uh, ja, laten zien. Dit gaat echt veel werk zijn. Godverdomme. Ik heb dit stukje gegraven, dus ik heb nu dit. En hier moet natuurlijk heel veel nog aangekleed worden, maar boven is er van alle steen aan het smelten. Dus nu ga ik hier ongeveer 23 blokken omhoog, en dan zou ik normaal ongeveer moeten hebben dat mobs hierop vallen en net niet doodvallen, zeg maar. En uh, daarboven moet ik dan ook nog van alles graven, maar uh, ik kan nu naar boven graven. Uh, ja, totdat ik daarmee klaar ben. Oké, okay, dit is uh, goed. Dit is normaal van daar, de, uh, het plateau waar ze op landen, tot hier. Deze blok is normaal 23 blokken. Dus uh, dan moet ik nu uh, in alle richtingen 8 blokken uitgraven. Uh, waar dan het water gaat stromen. En uh, ja, dat ga ik nu eventjes ook doen. Oké, okay, ik heb uh, nu mooi uh, alle gangen uh, acht lang gemaakt. Deze had ik eentje te ver gedaan. Maar uh, ja, ik heb ook hier eventjes uh, drie blokken gezet. Zodat ik er niet zomaar afval. Want uh, dat was één keer gebeurd. En ik had een half hartje. En uh, als jij uw ding wilt testen. En ja, dan moet je dus een half hartje hebben als je naar beneden komt, dus dat klopt perfect. Oké, okay. die zetten we daar terug eventjes. Ik ga nu eventjes een uh, paar emmertjes water halen. Um, en um, als, ik die, uh, heb, als ik die emmertjes water heb gezet, dan uh, kom ik terug bij jullie. Oké, okay, en als je dat hebt gedaan, heb je een stack buttons nodig. Um, dan moeten geen um, wooden buttons zijn zoals ik gebruik. Uh, ik raad zelfs aan om stenen uh, buttons te gebruiken. Want die kan je met een uh, stone cutter uh, veel goedkoper maken. Uh, dit is één houtblokje per uh, zo'n. Oh, voorzichtig. Per zo'n button. Um, en um, uh, als je dat met een stone cutter doet, met steen. Dan uh, kan je dat veel goedkoper krijgen. Ik weet niet precies hoe goedkoop, maar uh, veel goedkoper al sinds. Um, waarom je dit moet doen, is uh, zodat de zombies en de skeletons en de uh, creepers en alle dingen um, denken dat dit eigenlijk een volledige. Oké, okay, dat was een professionele representatie van hoe dat moet werken. Oké, okay, ik ga even terug naar boven. <laughs> ik ben weer boven. En uh, wat ik dus aan het zeggen was: waarom dat je dit moet doen, is uh, omdat de uh, mobs die er spawnen, die... daarvoor gaan we zelfs een uh, putje graven. Dat gaat ook weer leuk worden. Uh, de mobs die erboven gaan spannen. Die gaan denken dat dat massieve blokken zijn. Dus volledige blokken. En die gaan daar gewoon oplopen. Maar dan vallen die dus uh, hier beneden. En dus uiteindelijk helemaal naar beneden. En um, anders gaan die moeilijk doen. Gaan die moeilijker hierin proberen te gaan. Uh, maar wat we dus nu gaan doen, is hier. Twee blokken naar boven hakken en dat zeg maar uh, niet alleen boven deze, maar ook gewoon boven deze vierkanten dat we hier hebben gemaakt. Dus hier uh, alles helemaal uithakken, twee hoog. En uh, ja, ik ben weer terug bij jullie als ik dat heb gedaan. Dat gaat ook weer leuk worden. Oké, okay, en als je dat hebt gedaan, dan krijg je dit. En ik ben uh, één keer uh, doodgevallen um, bij het, uh, bij het uh, doen van dit. Uh, maar als je dit hebt, dan uh, is het eigenlijk klaar. Dan moet je gewoon zo naar beneden graven. Het is ongeveer, allee, bij mij was het ongeveer uh, één pickaxe per, uh, per hoek, zeg maar, per vierkantje in de hoek. En eh. Um, uh, ja, uh, ik had in het begin vijf pickaxes. Ik heb nu deze ene uh, nog over. Dus uh, ja. Um, en als je hiermee klaar bent, dan ben je eigenlijk nog niet helemaal klaar. Want dan zet je nog hier uh, zet je uh, blokken. En dan moet je eigenlijk nog tweaken. Want het kan zijn dat ze hierop doodvallen. Dat is niet goed. Want dan kun je hun experience niet krijgen als je weg bent. Uh, of dat ze uh, niet hard genoeg vallen, waardoor dat ze niet genoeg damage krijgen, waardoor dat je ze niet direct kunt doodmaken. Dat is ook niet goed, dat is minder erg, maar dat is niet zo chill. Dus um, als ze doodvallen, dan pakt je gewoon een cobblestone slap, dan leg je die hierop en uh, dan zouden ze normaal niet meer dood moeten vallen als je de goede um, uh, dingen hebt, goede afstand hebt. Um. En als ze niet hard genoeg vallen, dan doe je gewoon dit weg. En doe je daar cobblestone slaps. En je zorgt ervoor dat je altijd, want dat is hier bij mij nog niet zo. Dat je altijd maar een half blokje kunt zien. Uh, zodat zij u zeker niet kunnen terug aanvallen. En dan kunnen creepers ook niet ontploffen en zo. Uh, dus nu is het uh, aanwerken geblazen. Uh, bij. Aanwerken. Uh, nee. Gewoon mooi maken. <laughs> ik weet niet wat ik wou zeggen. Uh, dus ja. Um, ik ben nu uh, hier aan het werken om het een beetje mooi te maken. En ondertussen ga ik ook in de gaten houden of dat het uh, te goed werkt. Deze zou ik wel wegdoen. Want uh, die doet heel veel licht in de richting van daarboven. Dus ik zou in de buurt van dit niet te veel licht doen. Wel natuurlijk om ervoor te zorgen dat hier niks spaand. Maar. Uh, uh, ja, ik ga dan uh, uh, aankleden. En uh, zo is het ook gedecoreerd en helemaal af. Uh, ik heb dus dit uh, nog een halfje verhoogd. Want uh, het is niet dat ze stierven, maar um, het is sowieso zo mooier, vind ik. En. Um, uh, ja, ze waren ook heel low, dus ja. Uh, ik heb al een paar drops gekregen, niet extreem veel, maar uh, ja, dit ga ik hier zo laten staan. Je kan ook hier uh, hoppers zetten en dan hier een chest voor uh, als je dat niet uh, zelf manueel wilt uh, uh, opnemen, maar uh, ja, dat kan je ook zelf kiezen. Uh, dit is uh, hoe dat bij mij is en uh, Daarmee ga ik ook de video beëindigen. Dus uh, als jullie het leuk vonden, um, ja, doe dan eens een like. En uh, ja, tot de volgende video. Hè.